Zorg dat straatvoetbal in Harderwijk gaat weer los. En nu in de wijk drie landen. De voorrondes zijn begonnen. Wie gaat er straks naar de finale? Dat gaan we meemaken vanmiddag. Zijn jullie er klaar voor, dames? Ja! Yeah! Nou, dan gaan we. Hoi. Hallo. Kijk, als ik jou zie, zieke voetballer, hè? Ja, zit goed, een beetje dat oranje kleurtje. Nou, jij bent er klaar voor dus? Ja, ja, zin in. Ja? Waar is je maatje? Met wie voetbal je? Met hem. Nou, vraag of je maatje er even bij komt staan. Kom erbij. Nou, kom er even bij. Hij loopt even om, achter ons langs. Kom er even tussen. Hey, ben jij er ook klaar voor? Ja, zeker. Hebben jullie afspraken gemaakt vanmiddag? Hoe gaan jullie spelen? Gewoon veel overpassen en loeren op het kantje. Dan maak je gewoon af. Dat is dan weer. Nou, zo is het, hè? Ja. Je moet afspraken maken om wie we verdedigen tot het doel. Wie gaat naar voren? Dat je zomaar voor de katse komt wegloopt te spelen. Dan krijg je de doelpunt om je oren. Ja, klopt. En ga je voor een finale plek? Ja, natuurlijk. Nou, hey, jongens, succes. Ja, dankjewel. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja. Hebben jullie veel getraind? Nee. En jij? Beetje. Waar ben je heel goed in? Wat is jouw sterke kant? Moet ik even nadenken. Ik weet het eigenlijk niet echt. Weet je, nee? Ben je technisch? Nee. Ken je heel veel met een bal? Valt mee. Nou, dan doen jullie volgens mij alleen maar mee omdat het heel gezellig is. Ja. Nou, kijk, daar gaat het om, hè. Als het gezellig is, komt de rest vanzelf goed. Ja. En wie weet stijg je boven jezelf uit en dan zien we je straks terug in de finale. Ja. Maar dat is niet het belangrijkste. Nee. Nou, daarom. Hey, doe gewoon mee voor de lol. Daar hou ik van, jongen. Want zo maken we haar een week, hè. Hey, dames. Mm-hmm. Gaan jullie vanmiddag ook voetballen? Ja. Oh, wat gaaf. Ik vind het zo leuk als ik meiden zie voetballen. Vind ik zo stoer. En doe je mee om het meedoen? Of doe je mee dat je zegt, ik moet die finale halen? We doen mee om het meedoen. Nou, dat vind ik een goede eigenschap, hè. Je moet eerst een feestje bouwen en plezier in je sport hebben. En dan komt winnen vanzelf. Weet je dat? Ja. Veel getraind? Nee. Jullie gaan gewoon, het gaat gewoon vanzelf vanmiddag. Ik denk het niet, maar we gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Nou, dat vind ik geweldig. De laatste regels worden uitgelegd en dan gaat het toernooi losbranden. De voorronde hier in drie landen. Er zijn wat wijken samengevoegd, omdat er niet zoveel deelnemers zijn als andere jaren. Maar hier staat, de sporttalenten van Harderwijk, die wel mee naar buiten komen om mee te doen met het straatvoetbaltoernooi. Hoi dames. Hoi. Nou, de eerste game zit erop. Hoe ging het? Best wel goed. Ja, een goed samenspel, hè? Ja, het begin ging wat beter dan het eind, maar toch nog wel gelijk gekomen. 2-2, hè? Ja. Ja. Nou, dat bieden kansen voor de finale. Als je zo je puntjes bij elkaar pakt, niet verliest. Nou, wie weet zien we je dan in de binnenstad terug, hè? Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, het zou wel leuk zijn. Nou, het is jullie gaande voor. Jullie willen ook een klein beetje succes behalen. Ja. Ja. Nou, dank jullie wel. Succes vanmiddag. Ja, dank u wel. Bedankt. Ja, jullie mogen beginnen. Hoi. Wat zie je er mooi uit. Dank je. Ga je nog voetballen ook? Nee. Ik denk, nou, je bent als een kat op het voetbalveld. Ik zie jou wel een beetje sportkleding aan hebben. Jij komt supporten. Ja. Nou, voor wie ben je nou? Voor welke jongens ben je? De monstertjes. De monstertjes? En wie zijn die monstertjes? Cas en Mick. Trek maar gauw je jasje aan, hoor, want als je zo bezweet bent, dan je moet zorgen dat de conditie goed blijft, hè. En als je een koudje oploopt, dan kun je straks niet naar de finale. Hey, jongens, hoe ging het? Goed, goed. Ja, geweldig. Ik zag een heel goed samenspel en ik zag techniek. Dus jullie zijn goede voetballers. Ja, vind ik ook. Hoeveel was de stand? 5-0. Met overmacht, hè? Met overmacht pak je zo 2 punten. Ja. En je werkt gelijk aan het doelsaldo. Nou, op naar die finale. Ja. Ja. Daar gaan jullie voor. Ja. Ja. Voor minder doe je het niet. Oké, hey, succes. Mooi.
Hoi. 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 Nou, zeg het maar, hoe ging het? Goed. Ja. Wat was de eindstand? 2-1. 2-1, dus je neemt de punten mee naar huis. Ja. Op naar de finale. Ja. Gaan jullie ervoor of zeggen jullie we willen gewoon een hele gezellige middag hebben? Ja, alle twee wel. Alle twee wel. Jullie zijn ook een beetje competitie. Zijn jullie dames die voetballen of doen jullie dit alleen in de vrije tijd? Ik niet. En jij? Ik zit wel op voetbal. Welke club? VVLG. Nou, hartstikke goed. Dus jij sleep je vriendin mee naar buiten, meedoen met straatvoetbal. Ja. Vind ik belangrijk, want het gebeurt op straat, hè? Ja. Hey, succes met de competitie en wie weet, in de finale. Okay, doeg. Ik vond het een geweldige wedstrijd van twee sterke damesteams. Dat is toch wel mooi om te zien. Jullie gingen er tegenaan, hè? Ja. Een kleine blessure liep je net op? Ja, ik had dat wel heel lang, maar... En het toch meedoen? Ja. Dan heb je wel een karakter. Dat betekent dat je wel een spotter bent die zegt van, ik moet meedoen ondanks mijn blessure. Ja. Nou, dat vind ik goed van je. Vind ik gaaf dat ze dan zegt van, nou, ik blijf niet thuis, ik doe gewoon mee. Wat vind jij ervan? Ik vind het ook super, dat ze meedoet. Nou, hartstikke goed. Jullie moesten tegen een paar sterke meiden. Ja. Maar jullie, je verliest het. Maar op zo'n stukje, hè? Ja, 2-1 verloren, maar het maakt niet echt zoveel uit. Hey, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja. En als je laat zien dat je zoveel karakter hebt, ondanks een blessure, dat je meedoet, gaat bij mij mijn pet af. Ja. Hey, succes met de volgende wedstrijd en rustig aan, hè? Ja. Doei. 5-1-2-0. Hoi, goeiedag. Nou, ik sta naast een organisator van Zorg Dat. Straatvoetbaltoernooi in Harderwijk brandt weer los. Ja. Ja, geweldig dat het toch weer gebeurt, hè? Ja, dat is zeker geweldig. We hebben het wel naar 2 dagen moeten zetten in plaats van 4 dagen. En daarom zijn we nu met een leuk koppeltje hier. En het loopt, het gaat goed. Kinderen... Waarom hebben jullie het naar 2 dagen moeten zetten? Toch omdat er te weinig aanmeldingen waren voor 4 dagen. En zo ziet het er wat groter uit, is het wat leuker, meer kinderen bij elkaar. En dat is voor de kinderen ook leuker. Dit zijn de voorrondes. En dan wanneer is die finale? We hebben de stadsfinale, we hebben op 7 juni. Hier in Harderwijk, bij de markt. En de regiofinale is in Ermelo dit jaar. En dat is op 15 juni. Moet je nog mensen bedanken die dit mogelijk maken? Ja, natuurlijk zijn er altijd mensen die erachter staan. Zorg Dat, die heeft heel veel ervoor gedaan. Maar we hebben ook sponsoring gehad van Uwoon. We hebben tenten geleverd, van alles. Van Wijnen heeft een sponsoring gedaan en Sportswear heeft ook nog de prijs ook nog gesponsord. Nou, hartstikke goed. Leuk. Ja. Nou, samen sta je sterk en samen ken je zoiets aan. En zo is het straatvoetbal in Harderwijk weer losgebarsten. De voorrondes van Zorg Dat straatvoetbal. Ik vind dat geweldig om bij te zijn. Maar ik vind het ook weer mooi dat Johan Ramon erbij is. Hè? Die is niet te stoppen, die is overal bij en die gaat maar mee. Fantastisch Johan dat je erbij komt. We kijken nog even naar de laatste beelden. En ik denk dat we hier een paar kampioenen bezig zien. Wat kunnen die mannetjes voetballen met elkaar? En wat spelen ze samen? Dat is straatvoetbal. Samenwerken. Het is net een maatschappij. Mensen, we waren er weer bij voor Haken 13. Doei!